Zijn we al begonnen? Ja, we zijn begonnen. Hey mensen! Hallo! Welkom terug bij Filmhuis Family! Filmhuis Family! Voordat we verder gaan, Remus kon er helaas niet bij zijn bij deze opname. Nee, maar we hebben ook gelijk iets heel leuks. Ja. Yep. Remus doet wel de volgende keer mee, dan kan hij wel. Ja. Dus, Doe maar lekker bij hem zeuren dan. Nee. We hebben, een hele leuke verrassing voor iemand die het zelf ook nog niet weet. Nee. En jullie weten het ook nog niet. Oeh, nou ja. Want, nee, jullie weten wel. Ja, jullie weten het wel, maar wat is het? Moet ik het compleet uitleggen? Nou, leg het nu maar misschien alvast een beetje uit, ja. Oké, wie van jullie kennen nog Peter of Mr. Hobbit's Game? Ik. Jij niet, Dave? Ik. Mijn schap. Nee. Oké, het begint wel nacht te worden, dus we moeten een beetje opschieten. Oh shit. Simpel gezegd, we hebben allemaal een tijdje overlegd. Ik ken hem ook al een tijdje. Verkeerde knap. Nee, verkeerde time set 1. Ik had wel de goede knop, maar ik had control shift gedrukt. Oh ja, dat gebeurde iedereen wel eens. Ja. Maar we hadden besloten om, als hij wilt, en we weten dat hij heel graag wilt, bij onze Filmhuis Family te gaan doen. Mm-hmm. Want dus, hij had sowieso gevraagd. En we hadden in principe nee gezegd. De kans is klein dat je erbij kan. Maar wij kunnen in principe heel veel van hem leren. En hij kan weer veel van ons leren. En hij heeft een hele grote tegenslag gehad. Die tegenslag, wat dat is, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ja, maar don't care about it. Ja, maar goed, we hebben ook besloten. Ik ken hem ook al een tijdje. Ik heb ook al een tijdje met hem gepraat en alles. Dus, en hij heeft al een paar keer met ons meegedaan eigenlijk. Ja, hij heeft een paar keer met ons meegedaan. En hij is wel een leuke jong. Niet denken dat als jullie vragen van ik wil er ook bij, dat je niet zomaar erbij komt. Eigenlijk, nu zijn we met 6 man. Nee, nu gaan we dat nog even voorlopig helemaal niet. Die hebben we gewoon gedaan toen we ook al een tijdje kennen. Ja, en we hebben nu een gelijk aantal. En dat is wel heel fijn. Ja, we hebben iemand extra nodig om sneeuwballen op te gooien. De Broke Neckman! Die Snackman. Maar goed, zullen we nu eens even toevoegen? We gaan hem toevoegen. Ja, we zijn jullie stil. Praat eens. Jouw taak. Wil je een nieuwe haarstijl? Ja, graag. Ik ben eigenlijk vandaag naar de kapper toevallig geweest. Dan moet je deze nog even veranderen hier. Ja. Even maar zit jij maar aan te kijken? Waarom zit hij hier op lijst? Zit jij maar aan te kijken? En Violin, op Skype even op niet storen zetten, alsjeblieft. En Patrick, wil jij Peter even bellen? Ik bedoel, Jo. Ja, baas. Ik sta fullscreen. Ik zei dat je geen fullscreen moest zijn. Veel. Dat is niet voor kleine crash fraps. Zeg gewoon join de groep tegen hem. Dan hoef je niks te doen. Nou, ik ga dan weer eens even verder met mijn huis. Ik ook. Nee, we moeten allemaal gezellig opwachten. We weten nog niet eens waar hij gaat spawnen. Het is zo. Waar spawnen wij? Daar is. Ik weet de plek. Ja, jij weet de plek. Je bent al de beste. Dat is Violin's huis. Dat is my house, man. Hey, Violin, ga suiciden. Dan weten we waar hij terechtkomt. Ja, jij bent toch de grootste die is test dood. Ja, of Rick, jij hebt een half hartje, dus jou komt het goed uit. Anderhalf. Ja, doen wij je spullen weg. Ja. En er komt wel keel bij de doodlag gaan lijsten. Niet op Peter Price. No. We moeten eigenlijk ons allemaal gaan verstoppen. En dan gewoon één keer als ik kijk achter hem aan rennen als hij in de server is. We gaan niks zeggen. Niks zeggen dat we aan het filmen zijn. Hey, ik ben hier een bom te slaan. Sorry. Ah, damn. Go annoy someone else. Why always me? Why the cameraman? Leave the cameraman alone. De cameraman een pijlenbal. Niks over camera. Stel. Je mag wel praten. Zullen we die graan even pakken? Want dan hebben we tenminste wat voedsel die we kunnen maken. Gaan. En hij gaat er gewoon voor. Oké, als we een grieven zijn dan, hè. Godverdommelingen. Het is niet grieven, het is gewoon voor iedereen, toch? Gaat hij de groep joinen of hoe zit het? I don't know. Hij moet joinen. Zei hij ja is goed of iets? Iets, niets, iets? Hallo? Oh shit. Skelet. Oh nee, hij zegt, niet meer. Wacht even. Oh, wacht. Brup, 5 minuten. Vijf minuten. Mijn zaadjes zijn op. Dave, heb jij zaadjes? Dit is spannend. Oké, okay, zijn we nu ondertussen? Hey, ik ga ondertussen verder met mijn huis. Dat is in mijn huis.
Nee, hij is gek op je. Hij vond het heerlijk dat je hem schoor. Hij wil nog een keer. That's kind of nasty, man. Ik denk dat je veel scheermesjes kwijt bent. Yeah. You. Ik zit hout hakken in mijn hand terwijl ik een bel in mijn inventory heb. Ja. En ik krijg een bericht op mijn telefoon. Witte... Oh, is Facebook. Hup, telefoon witte op planken. Bed. Wat is dat? Die witte bloemen. Wat is daarmee? Heb je dat? Nee. Dat is berkenbomen. Die witte bomen. We noemen ze gewoon witte bomen. Jesus Christ. Berkenbomen. Wat is over hier eigenlijk? Hoeveel monsters zal daar zitten? Wil je het alsjeblieft herhalen? In ieder geval, ik heb alvast een cadeautje van Peter. Wat? Wat heb je nou voor hem? Een bed. Oh, dat is fijn. Hé, dat is een zombie. Welke zombie is het? Oh my god, het is een zombie zonder gezicht die een sapling vast heeft. Oh nee, hij heeft een oog nu. Maar De één oog zombie. Nee! Oké, okay, oh nee, hij heeft twee ogen. Ik zie het juist niet door de sapling. Jongens. Ja? Ja. Wie van jullie heeft allemaal de film The Hobbit gezien? Ik heb. Ik niet. Moet hem nog zien. Ik heb ook. Gezien. Geniale film. Maar nu omdat twee mensen het niet... Patrick, ga je kijken? Ik weet niet. Een paar, ik weet wel eens één vriend die zegt dat hij het gaat overslaan. Die wacht tot deel 2 is en dan gaat hij ze achter elkaar kijken, Dark. Kan het ook hier. Dan kan hij beter tot deel 3 wachten, want er komt er ook nog een deel 3. Weet ik. Misschien doet hij dat wel, I don't know. Er is een probleempje. Peter kan pas over 18 minuten skypen. Oh, nou dat is weer. Nou gaan we toch gewoon lekker verder met bouwen. Ja. Ik zoek een boom. Hij weet nog niet eens wat er aan de hand is. Ik denk als hij het wist, was hij me tegengekomen. Denk het ook. Hij zegt nu dat zijn zus iets moest gaan downloaden. Oh, zijn zus heeft de computer in beslag genomen. Dat is altijd irriterend. Wie van jullie kijkers heeft een zus of een broer die de computer in beslag neemt dat je niet erop kan? Nou, ik heb geen zus of broer. Ik heb twee oudere zussen en een jong zusje. Nee, ik heb één oudere zus en elke als ze op bezoek is, is ze altijd achter mijn computer. Enigskind. Bof, joh, je extra verwend. Ugh, man, wij zijn saai, geloof me, het is echt saai. Ja, je hebt niemand om te irriteren, hè? Behalve je ouders dan. Oh my god, weer dood! Ah, shut the fuck up. Ik kan gelijk er eentje bijvoegen. Oh my god, jouw score kan ik nooit verslaan. Epic. Kom, wat ik heb je uitgespookt? Zat je weer te klimmen? Nee, ik was op zoek naar een boom. En... Kijk eens om je heen! Maar een witte boom. Oh, ik weet niet... Ik heb in ieder geval voor opname 2, ben je 1 keer dood gegaan, staat er nu. Hola. En ik had een skelet gevonden, dan had ik nog maar 1 hartje en dan ben ik gevallen. Lekker. Dat is je voetbal weer vol. Weet je wat, ik ga het op papier schrijven, dan hoef ik niet steeds naar die Word document te switchen. En dan moet je gewoon daarna gewoon bij Nerd die Word document toevoegen. Of vertel het niet bij. Jawel. Elke dood moet erbij. Ja, dat zelfs als je expres voor een missie of wat dan ook of iets dergelijks. It's not fair. Ik zou ook die witte hout hebben. Waar is dat witte hout? Iemand saboteert mee. Ik denk dat het niet bij deze map is gedaan. Ik denk dat deze map is dan niet voordat die witte bomen erbij was, hè? Deze is al veel later. Veel skelet. Kijk, iemand saboteert mee. Yo. Ja? Get this egg. Welk egg? Hij is over je heen gevlogen. Oh, daar ben je. Dat jij bij de huizen was. Jumping the wolf. Ik zit de eiland te verkennen. Ga je terug? We are scouts. Scouts. Ik heb alleen nog een sniper nodig. Ik heb hulp nodig. Of dat ene soda wat je redelijk onverwoestbaar maakt bij Team Fortress 2. Dat is een fijn spul. Dus zelfs een tand, hè? In het spel van de... Scout, was even de naam kwijt. En als je die tand doet, dan doe je ze maar keihard slaan. En als je bij die tand, dan kan je er ook meteen iemand in één keer mee doden. Dus wat de meeste mensen doen, die drukken dat blikje, dat is onverwoestbaar voor een bepaald tijd zijn. Ga voor zo'n sentry of zo'n machientje staan van de engineer en slaat het kapot met die tand. Plus een paar kills. Je hebt over Team Fortress. Yep. Ah, kijk dat wat ik bedoel? Leuk spel. Moet ook eens helemaal z'n allen gaan doen, weet je, Team Fortress. Is goed. Dat is lang niet meer gedaan. Nee. Ik ook niet. Gelukkig is de laatste keer was met Dave. Ja. Ja, ik kan niet. Ik ben natuurlijk. Ik weet niet wanneer de laatste keer was. Waar zou ik mijn vloer van maken? Ik zoek met de boom en dat is. Ik ga wat stenen verzamelen. Ik ga je weg, want hier zijn zombies.
Oh, ze zijn toch gek op je? Waar is de van de god alweer? Die is hier gemaakt, maar dat maakt ook niks uit, want die god komt de andere plek, want ik wil niet meer... Daarom wat gaan dan we geen god maken. Wat doe je met de microfoon? Geluid was dat. Oh wacht, hier is de god, hier is de ingang. Coming down, 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 down. Oh, die gaat... daar kunnen we misschien een soort... Ja, die gaat naar die ene plek, naar die ene ravijn. Doe aan mijn neusje moeizin. Veel skeletten en een enderman. Ah, een enderman zit in de waterval, Clem. Wat zei je, Lindfire? Dude, mijn naam is Fire, you bitch. Hey, wat doe je? Licht. Oké, okay, weg, weg, weg. Want ik hoef één blokje onder weg te slaan, je valt naar beneden. Ik ben Dave niet, dus je maakt je geen zorgen. Gelukkig. Ook bedankt. Je hebt het vaak genoeg bij mij gedaan, dan was het direct verrast, je hebt het nog steeds gedaan. Wat? Een blokje onder mij. Moet je voorstellen, was eens een keer, hè? Dat was toen voordat we met YouTube begonnen waren. Nee, dat was met YouTube. Of met is YouTube, nou... hoe die maar zeker. Is dat nou ijzer of goud daar beneden? IJzer. Het blijft wel geen... Is er niemand sapling? Moet je voorstellen, ik zet een blokje, Dave slaat een blokje onder mij vandaan en ik val omlaag met 4 of 5 creepers voor me. En zombies en skeletons. En hij gillen. Ik zat te lachen. Dave kreeg geen adem meer, maar ik zit hier aan de weg. Oh, scoot. Ik neem deze weg. Ik heb nog maar 2 toortjes. Heeft iemand geen saplings van die wolf? Oh crap, coming up! Coming up! Coming up! Skeletons! Skelets coming up! Skelets coming up! Waar is de uitgang? Fuck, mijn toren! Ja. Nee! We gaan met z'n allen. Ga weg! Ga weg! Ga weg! We moeten ze maar eraf schieten. Zitten ze er nog steeds omhoog te gaan? Ik weet niet waar dat ik zit. Ze kunnen niet omhoog komen. Hallo! Hallo! Hi. Pas op, hey, Dave is hier. Holy shit, dat is een big tree. Dave, ga jij maar eerst. Jij mag eerst. Waarom? Wow. Jij hebt de grote eer om als eerste te gaan. Zotte bloemen. Trap maken naar beneden. Ik heb nog geen zwaard of niks. Dat moet je echt zien, man. Daar. Ik kan een trap maken. Zot grote bloemen. Maak maar een trap. Oh, fuck me. Zullen we met z'n allen tegelijk naar beneden gaan? Ik heb wel een zwaard. Ik heb een houten zwaard. Ik heb geen fakkels, dus ik heb... Ik heb nog één fakkel. Heb jij een fakkel? Rick? Rick, heb jij een fakkel? Oké, mogen we wat fakkels? Nee. Alsjeblieft. Ik ben ijs aan het hakken. Fakkels. Geef me fakkels. Ja, weet je wel, scoot this, man. Just screw this. Kom in de grot, Fijnen. Wat? Kom in de grot. Ik hoor een pijl. Ja, oké, ik mis zelf mijn plier. Ik hoor een freaking pijl. Hij heeft weer zelfmoord. Hier, weer een streepje erbij. Kijk eens, ja. Toortjes. Oh ja, yeah. Geef je dat toortjes. Oké, kom aan. Dave heeft ze allemaal opgeraapt. Hey, toortjes. Volg de toortjes. Nou Dave, mag jij als eerste, dat jij de toortjes Welke grot is dat? Naast Rick's huis was het. De enige die het open is. Oké, okay. Yo. We gaan gelijk springen, oké? Okay? Wow, dude. Oh shit, oké. Okay. Op 3. Oké, okay, klaar? Ja, 1. Hey, hold on. Hey, wacht. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We wachten 14. Op Fijlin. Fijlin, kom je naar beneden? Ja, jij hebt de eer. Jij mag als eerst. Zitten jullie zo... Zelfen we vanaf hier aanvallen. Als je super grote... Ja, als je diepe grote trap naar beneden gaat, kom je ons direct tegen. Dude. Ik al... Ik kon niet die naar jullie. Mijn hoofd van... Na. Guys, het is donker buiten. Ja, Noël. Zit je in de god? Dude, just please freaking help me. Ben de man, jong. Ik ga even die trap verder maken. Oké, ik hou Remus wel als niemand anders gaat. Wow. Remus? Of dude, Fylen. Dude, what the fuck, man? Mijn naam is Fylen. Fylen. Wat de schuur. Ben je bij de stad? Stad. Ben je bij de huisjes? Ja, oké, bij de huisjes. Okay. Achter de kapotte schuur. Achter de kapotte schuur, ja. Oh, waar we opgeblazen werden. Ah, oh, daar. Daar ben je. Ik was helemaal naar daar. Oké, okay, kom maar. Ik ben nog heel even een momentje weg. Hoeveel haartjes heb je nog, Fijlen? Vol. Do you know why? Because I'm Fijlen, you bitch. Oh, fuck, was ik ben om... Oh my god. Het zou lachen zijn als je gevallen was. We gaan dadelijk, als Dave snel terug is... Ik weet niet wat hij doen is. Gaan we hier naar beneden. Dus ik hoop dat je wat hebt. Dat wordt gemakkelijk. Je kan ook de trap nemen die ik aan het maken ben. Ja, waar is die? Trap? Waar? Oh, fuck. Dat is geen echte trap.
kick. Hey, Wolverino! Mijn nummer is Violet, man. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Oké, okay, ik moet eerst... Ah! What the fuck? Oké. Okay. Oh! Wie heeft dit gedaan? Dichtmaken. Ik voel er bijna rennen. Oké. Okay. Hé, hey, het me net... Oké, okay, laat maar houden. Ready? Ik heb okay. Even een appeltje in. 3. Mr. Postbolt. Okay. Aim. Go. Geef jullie air support. Doei. Ik geef jullie air support, oké? Je hebt wel pijlen in je, Violent. I know. Skelet kan me Skelet is dood. Oké. Okay. Oh, touch. Kom je aan de side. Kan ik alles zien. Kom je aan de side. Oh, fuck me. Waar is mijn pickaxe? Dat is mijn pickaxe. Ik heb echt slechte ervaring mee, skeletten. Of creepers. Okay, it's of clear. Zombies. Of spinnen. Who knows? Clear. Safe. No. Oké, okay, kom laag dan. Oh, pas op. Diamonds! Oh my god, diamonds! Hola, check ja, ik kan ze hakken. Ik ook. Ik ook. Ja, ik niet. Veilig aan de kant, ik wil hem weg naar beneden maken. Ik oh fuck, keeper, ga hij maar eerst. Use your super Oh shit! Keeper, oh, fuck you! Oh keeper, fuck you! Even weg! Oké. Clear. Gaat goed daar. Oh, ik zie ze. Oké, en mijn nacht hier. Heb je de... God, the precious. Val niet in de lava. Oké, ik zal... Ik zie goud. Oeh, kom naar boven, nee. Breng dat diamond naar boven. Ah, the precious is mine. Mag een lift. Weet ons een steenlift. Nee, nog niet. Meenen. Doe gewoon blok onder je plaatsen. Oké, meer iron. Oké, kom. We gaan brengen je naar boven. Ik ben escort. Ik ben je escort. Follow me. We moeten een speciale kist maken voor de diamonds boven. Of course, why not? En vergeet niet lucht te halen aan de zijkanten, hè. I know, man. Ik ben Mission Impossible. What the fuck? What the fuck gebeurt er? Wat? Ik kreeg opeens de dek. Hallo! Oké. Come on, dude. Come on, go up. We zijn varen overal. Als je niet goed oplet, kan je niet ze kiepen. Het kan nog nacht zijn, dus wees op je woede. Aha, jouw skeleton, ik wist dat je hier was. Hallo. Clear. Ik voel me eigenlijk de president. Oké, we maken even een kist en plaatsen hier aan het midden. Waarom? Waarom niet in mijn huis? Waar dan heb je een workbench? Ja. Natuurlijk. Ik heb een kist. Oké, kom mee. Go. Tot daar de diamond in. Die keer moeten we dus allemaal bewaken met ons leven. Oké, let's go back in the cave. Heerlijk. Trouwens, ik ga maar eens even een stenen zwaard maken. Holy. Het is nog donker buiten. Yep. What? Dat. What? Dat. Dat is wat. Jezus, microfoonslag. Maar oké. Als Peter komt, zeggen we met z'n allen tegelijk van harte gefeliciteerd en denkt hij, what the fuck, waarom? Gelukkig nieuwjaar, gelukkig Pasen en... Oké. Kijk, zombie. We hebben wel lang overlegd. Zombie, hey zombie, je huis. Shit! Dit is een goed extra. Like a boss. Oh shit, vleermuizen! Kom die vleermuizen! Vleermuis! Yo, die doen geen damage. Weet ik, ik denk een Enderman bijna aan, voor die stomme vleermuizen. Maar, yo. Ja? Au. Hebben jullie wel eens gesprongen tot het laatste moment dat je hier terechtkomt? Ja. Yeah. Dat heb ik net gedaan. Dat fire zit er echt. Dankjewel. Keep up. Heb hem. Met je lichaam. Ik heb net een zombie hier gedood in Iron Fang. Zocht. Heb je iron van een zombie gekregen? Ja. Ik heb de diamond, I gonna drop it. In nee, lava. Je hebt in de kist gestopt, man. Als jij de lava stopt, ben je er geweest. Oh, fuck. Kijk, zag je... Ja, maar Firelin is de lava, man, hè? Zolang dat je de andere maar niet aankijkt, hoef je nergens zorgen over te maken. Ik kijk naar de... Te laat. Spijt dat je ja, je kan er wel aankijken. Hij zit te trillen.
Oké, wie zit er nou te kijken? Ik zit naar hem te kijken, maar ik kijk hem niet direct aan. Ik kijk hem... Hij zit naar mij te kijken! Nee, je moet hem niet met dat ene puntje in het midden. Dat moet je niet op hem wijzen. Zolang je dat niet op hem wijst, hoef je nergens zo aan te waken. Ik zit hem nu gewoon aan te kijken. Maar niet met het midden. Als ik met het midden aankijk, ben ik al geweest. Ik zit ervoor. Hij kijkt mij aan, hij kijkt me niet aan. Oké. Dan gewoon niet direct aankijken. Niet met dat bolletje in het midden. Dan hoef je nergens zorgen te maken. Zo zit ik hem nog. Zit hier nog nergens diamonds? Diamonds. Diamonds is one of my specialty. Diamonds. If you know what I mean. Diamonds. Dat liedje is afgelopen. With my diamond sword. Damn.